Hallo, mijn naam is Joël Voordewind. Ik ben voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. In deze videoreeks staan wij stil bij 5 vergeten crisissen. 5 landen waar je normaal niks in de media over leest of hoort, maar wel waar er ernstige nood is. Een aantal van die landen heb ik ook zelf bezocht en de nood gezien. Vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Mensen die een gebrek hebben aan schoon drinkwater, aan onderdak, aan voedsel. De eerste in de serie van de vergeten landen is Myanmar. Myanmar is misschien wel bekend omdat daar een militaire coup heeft plaatsgevonden tegen het democratisch gekozen Aung San Suu Kyi. Daar zijn nog veel protesten tegen, die we af en toe ook wel in het nieuws zien. Maar wat we niet weten als kijker is dat er enorme armoede heerst in Myanmar. Het is een van de armste landen in Zuidoost-Azië. ZOA helpt mensen die slachtoffer zijn geworden van of gewapende conflicten of natuurgeweld. Beide zeer schrijnend en beide komen ze dus voor in Myanmar. En dat leidt ook tot hartverscheurende taferelen als we zien dat mensen drinkwater halen uit modderpoeltjes of uit vervuilde riviertjes. Ondertussen zorgen de coronamaatregelen er nog eens voor dat het inkomen van de mensen enorm daalt. Kortom, de crisissen stapelen zich op voor de mensen in Myanmar. Samen kunnen we hier wat aan doen. Helpt u ook mee? Kijk dan op zoa.nl/devergetenlijst.